hele goede middag. Hartelijk welkom bij Wittebrug Volkswagen. Mijn naam is Ivo de Laaf, verkoopadviseur. En ik sta hier naast de hele mooie e-Golf. De auto voor de zakelijke markt. Ik wil jullie heel graag wat vertellen over wat deze auto doet en kan. En uiteraard alvast een kleine sneak preview geven van de opties voor het nieuwe model wat we vanaf mei dit jaar zullen gaan leveren. We gaan lekker een stukje rijden met de auto, dus kom mee. Nou, welkom aan boord bij de e-Golf. Ik hoef gelukkig ook niet zo hard te praten, dat scheelt. Dat is natuurlijk een van de grote voordelen van elektrisch rijden. Is heerlijk geruisloos in de cabine. Op dit moment zijn we een stukje aan het rijden met de auto en hebben we nu een 116 pk tot ons beschikking. En in het nieuwe model gaat dat naar een 136 pk toe. De auto heeft een vol elektrische range op dit moment van 190 kilometer. En in het nieuwe model gaat dat naar 300 kilometer toe. En daardoor zal de auto ook voor de langere stukken gewoon zeker heel erg bruikbaar zijn. We hebben de auto even stilgezet om ook even wat details aan de buitenkant te laten zien. En wat eigenlijk zo opvalt is dat deze auto zo verschrikkelijk herkenbaar is als Golf en eigenlijk amper als elektrische auto. Een aantal details geven hem weg. De aanwezigheid van de e-Golf badges hier op de zijpanelen. De iets andere grill, waar ook een e-Golf logo in aanwezig is. En de C-vormige LED dagrijverlichting die standaard op deze auto zit. Verder is de koplamp aan de voorzijde full LED. En wat nou zo uniek is aan deze auto, is het feit dat hij van meet af aan ontworpen is als zijnde mogelijkheden hebben tot elektrische drive. De accu's van deze auto bevinden zich aan de achterzijde. Die liggen tussen de achterwielen, om precies te zijn onder de achterbank. Het levert een paar voordelen op. Een mooie gewichtsverdeling met de transmissie en de elektromotor voorin en met het accupakket achterin. Zoals ik net al vertelde, ligt het accupakket van deze auto achterin. En nog steeds, net als bij de traditionele Golf, ligt de motor voorin. Nou, in dit geval is die een stuk compacter van formaat, omdat het alleen hier de elektromotor betreft. En eigenlijk is het gewoon een herkenbare motorcompartiment. We hebben wat extra draden erin liggen om de stroom door de auto te vervoeren. En wat extra regelapparatuur om dat allemaal in goede banen te leiden. Maar voor de rest zit het gewoon heel mooi allemaal op zijn plek, wat we al van Volkswagen gewend zijn. Ja, het is gewoon eigenlijk verbazingwekkend hoe je met zo'n elektrische auto zo mooi kan rijden. Zit zeer mooi ingebouwd, lekker compact. En wat ik net al zei, in combinatie met het accupakket achterin, een mooie gewichtsverdeling en dus heel erg stabiel en stil rijgedrag. Nou, ook hier aan de achterkant blijft het herkenbaar als een Golf. Eigenlijk twee subtiele details die hem weggeven zijn de blauwe belijning in het Volkswagen logo en de e-Golf aanduiding. Wat wel heel mooi is, wat we hier ook terug zien komen, dat zijn de LED achterlichten. Die gaan ook hun weg vinden naar het nieuwe model met nog een kleine extra optie tot de uitbreiding naar extra LED koplampen achter of LED achterlichten. Waarbij we ook de daytime, de running lights gaan krijgen. Die kennen we van Audi, dus dan zien we de richtingaanwijzers naar de buitenkant van de koplamp lopen. Het zijn gewoon net even die kleine details waardoor die net wat mooier uitkomt. Maar het echte paradestukje van deze auto zit hem in de ruime kofferbak. Ruime kofferbak voor een elektroauto, jazeker. Vanwege de plaatsing van het accupakket gaat eigenlijk alle ruimte slechts verloren onder de bagagevloer. En daardoor is het gewoon een hele praktische auto in de dagelijkse praktijk. Nou, we zijn weer onderweg. En hoe mooi deze e-Golf in zijn huidige vorm ook is, gaat er wel heel erg veel moois komen op het nieuwe model. Een aantal dingen die ik op ga noemen is de standaard aanwezige Adaptive Cruise Control met Front Assist. Een systeem waarmee we ons al onderscheiden in modellen als de Passat en de Tiguan. Anderzijds krijgt de auto standaard voetgangersherkenning. Dus ook op het gebied van veiligheid gaat Volkswagen weer even een stapje verder. En nog veel mooier misschien, een beetje gadget, maar wel heel erg gaaf om te zien, is dadelijk de aanwezigheid van het nieuwe Active Info Display, waarmee we ook al furoren maken in de Passat en in de Tiguan. En het standaard navigatiesysteem van deze auto gaat ook weer op de schop. Er zit nu standaard een Discover Pro in. Dat is een navigatiesysteem met harddisk met een 20 centimeter diagonaal display. En dat gaat groeien. Gaat groeien, ja, dat wordt nog groter. 23,4 centimeter in de diagonaal met een hele mooie nieuwe feature, de gesture control. En dat betekent dat we door middel van gebaren naar het scherm
wat zaken op dat navigatiescherm kunnen gaan bedienen. En ook door de verschillende submenu's heen scrollen. We zullen dat scherm dadelijk nog even in beeld nemen, maar dat wordt echt een hele gave feature. Waarmee je die auto gewoon net weer even laat zien dat Volkswagen ook op het gebied van de elektrische modellen gewoon heel erg vooruitstrevend aan het werk is. De komende jaren komen er nog veel meer elektrische modellen. Volkswagen heeft de eerste stap al gezet met de ID-concept, die pas geleden gepresenteerd is. En ook de gesture control is al uit een conceptmodel. Nou, gewoon ontzettend gave techniek. Ja, wederom nog even om aan te halen, 300 kilometer elektrische range dadelijk. Een laadtijd, afhankelijk van de sterkte stroom waarmee je laadt, van om en nabij de 6 uur. Dus dat betekent dat je de auto 's avonds gewoon mooi op kan laden voor je deur. We zullen dadelijk ook nog even wat laten zien over hoe dat in zijn werk gaat. Nou, we zijn ondertussen zijn we terug op de zaak. We hebben een aantal kilometer heerlijk elektrisch gereden. En ik haalde net al even aan dat de auto een standaard al voorzien is van een heel groot navigatiesysteem. Dat eigenlijk bij de volgende generatie alleen nog maar groter wordt. Nou, dit navigatiesysteem, daar worden ook een aantal features op bediend die echt uniek zijn voor elektrische auto's. En dan met name binnen het segment van Volkswagen. Gaan we bijvoorbeeld kijken, we zien hier een overzicht van de energiestroom. En wat wel heel uniek is, is dat we via de e-manager, die standaard op deze auto aanwezig is voor het eerste jaar, dat we wegrijdtijdstippen in kunnen gaan stellen, waarmee we de auto geladen op een bepaald tijdstip klaar kunnen hebben staan. Nou, dat is al redelijk uniek en redelijk handig. Maar wat nog mooier is, de auto wordt meegeleverd met standaard een jaar e-remote app. Dat is een app van Volkswagen, waarmee het ook mogelijk wordt om de auto te klimatiseren. Dat is het mooie van onze elektrische auto's, dat je dus niet alleen kan zorgen dat die gelaad klaar staat, maar dat je dus ook de auto op een bepaalde temperatuur kan voorverwarmen. Ja, dat zijn er gewoon een aantal van die dingen die ervoor zorgen dat deze auto heel praktisch is in het dagelijks gebruik. En een aantal vooruitstrevende zaken die gewoon terug gaan komen in die auto. En dadelijk de diameter van het scherm, dus van de huidige 20 centimeter naar 23,4. Een hele mooie, eigenlijk naadloze omlijsting in de middenconsole en natuurlijk de gesture control die dadelijk terug gaat komen. Ja, al met al is dit wel echt het paradepaardje van deze auto. En dat wilde ik jullie zeker niet onthouden. Dat het eigenlijk heel makkelijk is om met zo'n auto in de praktijk te rijden, bewijst ook het feit dat je deze auto heel makkelijk onder lading zet. Daar wil ik jullie graag even wat meer over vertellen. Net als bij de gewone Golf die we nu al kennen, zit eigenlijk zeg maar, de opening voor de stekker zit gewoon achter het benzineklepje wat we al kennen van de gewone Golf. Het enige wat eigenlijk noodzakelijk is om te doen, is om de stekker in de laadpaal te steken. De autozijde steken we in de auto. En is het heel simpel een kwestie van met een pasje aanmelden op de laadpaal. En dan zal de auto automatisch gaan bijladen. Zo simpel is het. We hopen dat deze korte sfeerimpressie van de e-Golf jullie getriggerd heeft om de auto dadelijk in mei een keertje bij ons in de showroomvloer te komen bekijken. Ik vond het in ieder geval hartstikke leuk dat ik jullie vandaag wat meer informatie mocht geven. Wittebrug is ook uw partner op het gebied van elektrische mobiliteit, aangezien wij ook e-dealer zijn voor Volkswagen. Kom dus gerust een keer langs, wij hebben de productexpertise in huis. We heten jullie van harte welkom met een warme kop koffie op de Dona 120 2491 BC in Den Haag. Ikzelf en de andere collega's van de salesafdeling zijn u graag verder van dienst. Voor nu een hele fijne voortzetting, hartelijk dank en we zien u graag bij uw volgende bezoek bij Volkswagen Wittebrug. Tot dan!